Hallo. Hoe is het een keer andersom, hè? Ja, mooi is dat. Hoi. Dacht ik ook. Hoi. Hoi. Die ligt er lekker bij. Ja, lekker, hè? Ja. Goeiedag. Nee, maar dit is alleen als je tijd filmen omdraait, maar dan is het een graag Staat er. Dwars Durren. Nou, kom maar op. Ja. U volgt helemaal. Ja, voor geen even, hè, vandaag. Alleen. Leuk. Leuk, hè? Stefan van den Berg hier ook trouwens, of niet?
Oh, daar ben jij. Oké, dat is goed. Die is van ras, gaat de koning door de plas. De Rolder Activiteitenzichting. Oh, dat is die jonge meneer. Ja, met dat zwarte auto. Kuifje. Oh, ik dacht kuifje. De Ruska Rustica. Wat vinden jullie van de auto's, Rolder? Mooi, hè? Mooi. Heb ze zelf verbouwd. Wat zeg je? Prachtig. Prachtig, hè? Prachtige auto's. We vinden het hartstikke mooi dat jullie er allemaal binnenrolden. Mooi, fijn. En als jullie nog iets willen bijdragen aan de Stichting Wolven Toet, dan is daar ergens een bus. Daar kun je nog in storten als je wil. En anders op de bankrekening van Stichting Wolven Toet van RTV Drenthe. Dat is Andries. 3-2-1-3-5-5. Dat ging wel heel snel. Nog een keer, 3-2-1-3-5-5. 3-2-1-3-5-5. 3-2-1-3-5-5. We hebben weer reuze beneden wat er al op ziet, maar dat weten we nog niet, want dat maken we pas aan het einde bekend. Ja, dat is wel jammer, vind ik. Want ik zou het wel leuk vinden om het te weten. Maar goed, oké, als we dat niet doen, dan zien we dat aan het einde. Want 4 augustus gaan we door, hè. Ons doel is €55.555,55. En dat willen we graag op 4 augustus binnen hebben. En we hebben nog 1 minuutje en dan gaan we beginnen met de radio-uitzending en ook gelijk met de televisieopname. Kijk eens, het is al een beetje mooi op het veld. Het zonnetje schijnt hier nu. We zijn hier ook eens aangekomen met donder en bliksem, hè? En een pult regen. Ja. God, wat waren we toen nat? 2006? 6 jaar geleden. Het is dus gebouwd op een Volkswagen Kever onderstel. Met zo'n boksenmotortje achterin. Met zo'n boksenmotortje achterin. En ook dat mooie boksengeluid. Ja, ja, dat hebben we gehoord, ja. Maar nou is het aparte ervan, dat de ene die klinkt als een ente, zo'n cv'tje, zo'n vroegere eend. Een ander die klinkt weer als, dat weet ik eigenlijk niet, een snipverkoolen kever. En weer een ander lijkt wel een kraaiende haan. Hoe zit dat met al die klaksons? Nou, dat is gewoon een beetje van, even kijken wat voor klakson kunnen we nu krijgen en wat voor klakson is mooi. Maar die motortjes, dat is allemaal de echte kever en dat klinkt gewoon allemaal hartstikke goed. Nou, we hebben het op de radio gehoord toen om 10:45. Nou, er kwam dikke rookwolken uit. Waar redt dat spul eigenlijk op gasolie of zo? Dat spul redt gewoon op gewoon normale benzine. Ja, echt waar? Echt waar. Hoe kan die zo stinken dan? Dat komt omdat er superolie in zit natuurlijk. Nee, het zijn hele oude motoren. Je moet rekenen, die auto's zijn allemaal meer dan 40 jaar oud. Dus die motoren zijn ook meer dan 40 jaar oud. Dus ja, dat wil wel eens een keer een beetje roken. Dat is niet allemaal meer zo up-to-date qua milieu als nu. Harry, daar hebben we helemaal geen problemen mee hoor, wij van de trektocht. Echt niet. En weet je wat, je kunt op Segway de Drenthe, maar die kunnen ook in deze Ruska Classicas de Drenthe toeren, of niet? Je kunt daar zeker mee door Drenthe toeren. Wij verhuren die auto's voor bedrijfsfeesten, voor familiefeesten. En vanuit Ballo, het bedrijf Toertocht Drenthe, verhuurt dat. En daar kun je heerlijk door Drenthe rijden. We hebben hele mooie routes. En je moet rekenen, Drenthe is zo geweldig mooi als je zo tegen de Hondsrug aanrijdt. Dat is gewoon helemaal fantastisch. En als je in zo'n auto zit en je rijdt met een gangetje van 60. En ondanks dat geweldig mooie geluid hoor je toch de vogeltjes fluiten. En je ziet alles en je beleeft alles. Het is gewoon 10 keer zo mooi als in je eigen auto. Ja. Nou, het is geweldig. En we hebben vandaag al meer van die toertochten te zien. Maar dan op zo'n... Je was aan de voorhand kijken, zo je fietste niet. En ik tot nu toe en we hadden gezien dat ze aan de voorfietsen waren. Dat hoef je aan niet. Zal ik Wim ook eens vragen om in de mond te... Klimming van de Mont Ventoux. Ja, wel op 2 beeldschermen. Gaat niet, geeft niks. 2 deelnemers hier in Rolde die dus 13 minuten gaan fietsen. Rolde, moedig ze aan als ze beginnen. Margriet, geef het startschijm aan. Hier komt ie! En daar gaan ze hoor, de 2 fietsers van Rolde, Barry de Vries en Wim Hanning. Er zit een heel groot leeftijdsverschil tussen. De een heeft de Mont Ventoux al eens opgefietst, de andere nog niet. En de ene vindt van nou, ik moet me even voortrainen. En de andere denkt van, oh, ik fiets hem gewoon lekker op. Nou, ze beginnen dus op het platte gedeelte van de Mont Ventoux op het beeld. Dat gaat nog wel lekker langzaam, daar kun je gewoon doorfietsen. Dat is net Drenthe, dat is niet eens de Van Berg, want die is veel steiler. Maar dan gaat het beginnen, 7-8-9% stijgingspercentage van de Mont Ventoux. En dan, dan ga je het voelen in je benen hoor. Dan ga je het voelen. 13 minuten lang. Rutger Krabbedam heeft 6,39 kilometer de hoogte. Dan komt Roland Schuier in het lijstje met 6,09. Hoe staat het ervoor, Margriet, bij jou? Hier gaat hij 31 kilometer per uur. Barry gaat wat langzamer, 29 kilometer per uur. Oh, zo zie je maar weer. De oude kerel op de fiets zet het nog goed op. Ja, maar die kan straks wel plat erop en stuur liggen. Dat weet je niet. En nog een bepaalde tactiek, Wim? Nee. Gewoon keihard fietsen. Ah, niet hard. Snot verom. Dat wel. Barry heeft de zonnebril opgedaan expres. Ja, concentratie. Dan kunnen ze je ogen niet zien. Dat betekent, Andries, dat je hem ook niks met Frank, want anders kan hij zich niet concentreren. Nou, hij zegt ook al niks meer, dus hij wordt al een beetje moe, denk ik. Maar jij weet het niet. 0,55 is de afstand nu en 33,3 is de snelheid. Bij jou?
Nou, hier is hij op 0,66 al en 33 km per uur is de snelheid en hij stijgt. Nee, hij zakt weer. Hij zit rond 33 km per uur. Volgens mij moet de man maar eens in wat meer moed in de fiets worden, dan kunnen ze tempo maken. Ja, we komen straks wel even bij ze terug, denk ik, zo tussendoor, als ze wat mensen weten. Fiets lekker deur, man. Volgens mij ging het hartstikke goed. Gaan wij naar het volgende onderdeel. Ja, dit is jouw dag. Dames en heren, hier is Kevin Smit met Dit is jouw dag. En allemaal meedoen, hè, honden. Yo. Het zou leuk zijn als het lijken bij je dag. Je zit hier al dagen jezelf af te vragen hoe je leven verder moet. Maar als je blijft wachten, de dagen en nachten die worden zo zwaar dan roet. En buiten schijnt de zon. Je wilt het niet geloven, maar sluit je Dit is jouw dag, weg met je zorgen, leef met een lach. Pak dit moment, wacht niet te laat. Neem nu mijn hand, wees maar niet bang. Ja, la, la, la. Niets te verliezen, zal veel voor je kiezen. Tot jou allemaal aan de dag. En toch blijven hopen, het is zo afgelopen. Nee, jij kunt weer verder gaan. En buiten schijnt de zon. Je wilt het niet geloven, maar sluit je ogen. Al die hakjes zitten er weer aan. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Wacht niet te laat, neem nu mijn hand, geef smaak niet waar. Zing maar mee! Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, la, ja, la, la, ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem in mijn hand, wees maar niet bang. Aan het moment, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem in mijn hand, wees maar niet bang. Ik wens u nog heel veel succes met lopen en tot de volgende keer. Kevin Smit!